Het volgende station is 's-Hertogenbosch, station 's-Hertogenbosch. Eindpunt van deze trein. Zo, dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag 11 november, de 11e van de 11e. Het carnavalseizoen is weer begonnen. Maar goed, dat doet er voor deze vlog niet toe. Vandaag gaan wij namelijk naar Amsterdam toe voor iets leuks en iets treurigs. We gaan namelijk voor de allerlaatste keer afscheid nemen van de NS 1700 Loks. En dit doen wij door de Berlijner te pakken, helemaal van Amsterdam naar Hengelo via Zwolle. Dus ik zou zeggen, op naar Amsterdam en ik wens jullie heel veel kijkers. Zo, aangekomen te Amsterdam Centraal. Onze volgende trein dus, de Intercity Berlijn, stopt helaas niet in Almere, Lelystad en Weijen. Zo, daar staat hij dan, de 1700. Na heel wat jaren trouwe dienst gaat de NS hem binnen een paar weken eindelijk uitwisselen voor andere loks. Helaas, jammer. Ik vind hele mooie dingen. Wij gaan met deze trein helemaal dus naar Hengelo. Dat wordt een hele leuke rit van 2 uur en 10 minuten. Dus ik zou zeggen, op naar Hengelo. Succes, 1700. Zo. Mooie vork. Op naar Hengelo. Bistro-rijtuig gaat er ook helaas uit als de 1700 wil eruit gaan. Dat wordt vervangen door een normaal eerste klas rijtuig. Aan de ene kant heel erg onhandig omdat je nog geen eten meer kunt halen. Aan de andere kant zijn er ook veel te weinig zitplaatsen in deze eerste klas. Waardoor het ook wel handig is dat er extra zitplaatsen bij komen. Dus ja, heel jammer, maar eigenlijk ook wel positief. Maar goed, flink vaartje nu erin hebben we erin zitten. Dus door richting Zwolle en Hengelo. Zo, een paar minuten te vroeg aangekomen te station Zwolle.
Zometeen gaan wij door richting Deventer en dan via de normale route door richting Hengelo. Blijft toch wel echt een fucking bruut ding dit. Ik ga ze wel echt missen. Het zijn wel echt fucking gave loks. Volgende week is het afscheid op 19 november. Dus dit is in principe het laatste weekend dat ze rijden als het goed is. Dus ja, ik dacht ik ga nog een keer mee, want ik heb hierna eigenlijk geen tijd meer. Maar goed, de 1700 dus. Nu weer snel naar binnen, want het is erg koud hier. We used to shine so bright. But maybe it was too much and too soon. We're burning out in style. As the sun is setting on our honeymoon. De laatste meters met de 1700 zijn voor mij gemaakt. Zo, een hele goede middag allemaal. Het einde van de video. Blijkbaar van mijn telefoon het zo zielig dat de 1700 uit dienst gingen dat hij geen zin had om een auto op te nemen. Het is inmiddels een week later op zaterdag. Zoals je ziet staat hier een mooie 1700 met een Berlijner. Dit is de afscheidsrit. Tenminste, het is de leegmat aanvoer van de afscheidsrit. Die is namelijk morgen. Maar ik dacht, wat is nou een toepasselijkere plek om een auto voor deze video op te nemen dan bij een 1700 met afscheidstickers. Dus ik zou alvast willen zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Gaan jullie 1700 ook missen? Laten we dan even met z'n allen een duimpje omhoog doen. 1700 likes zou wel moeten lukken. Nee, waarschijnlijk niet, maar toch. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een leuke reactie achter. Mocht je geen enkele vlog willen missen, abonneer dan zeker op mijn kanaal. Dan mis je er geen één. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Doei doei!